morgen naar het ziekenhuis. Ik ben echt zo beroerd als een hond. Ik ben benieuwd of er nog Jesse er ook is. Jesse, ik weet het allemaal niet hoe ze allemaal heet. Ik vind het helemaal prima. Natuurgeweld. Ja, natuurgeweld. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Nu start ik eens een keer de vlog vanuit bed. En wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 31 januari 2022. En het is bijna 2:30 in de middag. En dan zou je wel denken, hey Karen, waarom lig je nou nog op bed? Nou, één hele goede reden. Dat is omdat ik pijn heb en omdat ik niet zoveel kan op dit moment. Ik wil heel veel, maar mijn lijf die strubbelt nu tegen. En daar moet ik echt naar luisteren. Dus zodoende lig ik dus nu nog op bed. Ik verga van de pijn. Morgen weer een injectie. Dus ja, dus ik denk ik open hem maar eventjes gewoon de vlog, want anders komt het er helemaal niet van. En om 5:30... moet ik rouwvakken bellen. Dat ga ik ook straks doen. 5:30. Ik ga nu ook nog even proberen te pitten. Probeer ik althans. En dan zien jullie mij ook wel weer zometeen wel weer. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, jullie zien het inderdaad goed. Ik ben aan het huilen. En ik heb onwijs veel pijn. Morgen naar het ziekenhuis. Ik ben echt zo beroerd als een hond. Een beetje miscommunicaties met Ro, die begrijpt me niet. Ik wil dingen uitleggen, wat ik ook doe. En dan krijg ik gewoon van, ja, maar ik begrijp het niet wat je zegt. Ik snap het niet. Nee, ik probeer zo goed dingen uit te leggen. Maar dan begrijpt hij het allemaal niet hoe ik het uitleg, momenteel. Maar soms voel ik me moe, dan wil ik het niet eens uitleggen. Ik heb gewoon momenteel zoveel pijn. Ik heb eigenlijk niet eens zin om eigenlijk nog weg te gaan. Maar Ro is al met de auto, die is al aan het draaien. En ik weet het even momenteel niet. Wat ik wil. Wat ik wil, dat is gewoon om een vent die gewoon mij kan troosten. En niet op deze manier. Want hij was nu net bezig en bij de pc. Om namelijk iets te installeren of zo over een flipperkast, dat wil niet. Want hij had hem niet goed en geïnstalleerd. Dus ik zeg van schat, ik wil nu weg, want ik ga daar niet op zitten wachten. Nee, maar dat hoeft ook niet op zitten te wachten, want je zit niet, want je staat, daar heb ik het niet over. Weet je, dat soort kleine dingetjes. Ik weet het ook even niet, maar hoe ik het allemaal moet oplossen met mijn pijn. Ik word gek. Ik ga wel naar de auto. Ik droog gewoon even mijn tranen, ook al heb ik fucking veel pijn. Zo, nou. Ro die loopt hier bij mij, Sally. Hoop ik. Ah, mevrouw Kaas is er ook. Wil ik het wel zien? Oh, dit doet zin, mensen. Ja, jullie zien nog dat ik heb gehuild, maar dat weten jullie. Ja, ik ben benieuwd of er nog Jesse er ook is. Jesse, ik weet het allemaal niet hoe ze allemaal heet. Ik vind het helemaal prima. Tessie. Ja, oh ja, Tessie, ja. Tessie? Vind ik leuk. Ja. Nee, dan moeten we wel hem zien op te sporen, mocht hij er wezen. Nou, is er wat in de bak of wat? Een heleboel, zeg je. Nou, we gaan kijken. Zo! Oké, ik ga draaien. Ja, dat is een heleboel, ja. Oké, wat is er allemaal erin? Waldorf salade, oké.
Ziet er wel nice uit, moet ik zeggen. Wat is dat voor salade, lief? Die daar, ja. Salade, nou een vega. Nee, laat maar. Ik hoef geen vega salade. Ik wil deze wel proberen voor een ullo. Eurotje? Ja, een eurotje. Nou, een Tommy salade hoef ik ook niet. Een Tommy, nee. Wat is dit? Oh. Wat is dit voor je voor salade? Het is een curry salade. Doe maar ook voor mij een curry salade. Helemaal goud. Nou, wat we nog meer hebben, geen idee. Nou, ja, ik... Het is maar dat ik iets moet eten, maar... Eigenlijk heb ik helemaal geen trek om te eten. Maar... Het is dat ik moet, maar... Dan zeg ik, het is in dat ik het moet, maar... En ook van meneer Arts, maar... Broodjes. Ja, broodjes, ja. Ja, dat moet je. Maar wat is dit even hier allemaal, schat? Ik kan dat net niet zien. Nee, even hieronder. Kijk, dat bakje. Dat is een eurotje. Maar wat is dat? Wat is dit? Stoofpeertjes. Nee, hoef ik niet. Nee, die hoef ik ook niet. Tommy salade? Nee. Kijk, wat je dan doet. Dit is, kijk, oosteren. Een papoensoep. Hoef vermot ik niet. En ik mag hem eigenlijk niet stillen. Dus... Broodjes zijn voor zijn. Dat kan broodjes. Maar als jij die mee wil nemen en dan misschien het weekend of zo. Hé. Hey. Ja. Want ik, volgens mij ben jij het weekend vrij, toch? Zeg, voor je kijken. Want ik was ook al aan het kijken en ik zag nog niks voor volgende week dinsdag staan. Ik zag nog helemaal niks. Of jij vrij bent. Hè? Huh? Vrij. Ja, nou. Ja, nou, dat was leuk, want... Ja. Ik mag geen hond uitlaten na mijn operatie, helemaal niet. Baby Shark, baby Shark. Jimmy. Dit is en dit is het Jimmy boy. Jimmy. Onze bakker. Jimmy. Pizza bakker. Denk, hij vraagt zoveel leuk aandacht, nou, dan krijgt hij aandacht ook. Geen koekenbakker, maar een pizza bakker. Ja, maar wat hebben we nog meer, want... Verder is niks, hè? Nou, en ook niet eens Pokeball, ook niet. Nou. Nou, Roderick die komt weer met iets. Dit. Lekker met uitje. Als jij dat wil hebben, dan moet je het lekker gaan eten. Boah. Alleen mijn maag die draait een uur in de rond, echt waar. Oh. En dan heb ik ook nog dit, hè? Ik had geknijpt, man. En dat doet al zo snel. Oké. Ah nee, dat zei ik al. Nee. En Ro is trouwens heel blij en met zijn... Guardian Angel. Ja. Is leuk. Dat is straks zien even boven. En dan niet hier, want dat doet zeer. Dat laat hij zo meteen wel even zien. En dan zet ik ook even de link erin van waar Ro dat vandaan heeft. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Helaas niet. Nee. Maar ben er wel dus, blij mee. Ja, je bent er heel blij mee. Ja, dat weet ik. Ik zat er eentje te denken om er eentje wat vader te kopen. Dan een andere. Ja, een witte. Witrood. Witte. Deze is oranje. En ik wil even bij de sap kijken. Want die jongens en die hebben altijd een lekkere sapje, zeg maar. De heren in kwestie. Even samen kijken, mop. Even kijken.
Ik weet niet welke ze altijd hebben, maar het... Een jaarlijke druivenzak, die lief, helemaal goed. Ik heb al... Lachen tot mijn zeer. Hè? Gedroogde druivenzak? Nee, dat klopt. Ah, man. Die, en die ene, was dat van Duo? Nee, toch? En, dat, en die we toen hadden gehaald. En toen dat het nog daar stond. Nee, niet en niet die aloe, maar... nee, dat was deze, toch? Deze, toch? Ja. Deze, die, deze was lekker, hè? Dat was een kleinere fles, maar die was gratis. Ja. Een paar dingen af, weet ik het. Ja, dat, dat, en dat is wat ik wat bedoel. Maar ja, anders ga ik weer te veel kopen. Nou, en zoveel heb ik nog niet eens, hoor, eigenlijk. Dan moet je hem even pakken. Uit Den Helder. De, wat, en wat komt er nou weer uit Den Helder? Vertel. Ja. Den Helder. Ja, en geen Den Haag, maar Den Helder, ja. Ja, je hebt hier zoveel lekkers. Ik zal het even aan jullie laten zien, jongens, echt. Dubbeldrank, sinaasappel, persik, mango, passievrucht, mango, gua, weet ik veel die. Ja, 2,19 hiertje, mintjes, stuur. Dat is bijna even duur als, als mijn chocolademelk. Ja, die, ja. Die is lekker, ja. Dat klopt, ja. Maar dit is ook allemaal lekker. Dat klopt ook helemaal. Het is erg lekker. Persoonlijk wat minder. Oh, sorry, want ik moest even, even niet filmen. Want hun, ja, maar welke? Welke vind je lekkerst? Deze vind ik lekker. Ja. Die is ook wel lekker. Die is ook echt lekker. Ja. Deze, persoonlijk, vind ik wat minder lekker. Oké. Okay. Maar ja, de smaken verschillen. Ja. Ja, en dan hebben we daar tomaten, nou ja, van alles, jongens, echt. We hebben... En litjes moet je mij niet geven, hè? Litjes niet, hè? Litjes? Aan mij, nee, hè? Aan jou niet, nee. Nee. Ik zelf op. Ja. Mooi. Gaan we kassen? Het is hier al droog. Het is hier heel droog, lief. Nee. Het is hier heel droog. Heel droog. Moet, en wat moet de spa hier eigenlijk staan? Spa? Ja, de spa. 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 Ja, ja, dat is, en dat vind ik ook wel weer lekker hoor. En naar de spa gaan. Sorry. Wel jammer, die serie is afgelopen. Ja, inderdaad. Hier, hier, karretje. Ja, die was echt goed hè. Kijk. Mijn chocolademelk is eigenlijk hier lactosevrij €2,15. Nu nog steeds, tot en met 1 februari, tot en met morgen. 2 voor 2 euro. Ja, dan laatste kans. Morgen niet meer. Nee. Dus ik haal nog wat bij. Ja, heb ik nog wat extra's. Ja. 1. 1 is 2,15, 2 is 2 euro. Ik krijg 50 cent korting. En het pak extra. 4 euro. Au. 4 euro. Nog meer? De laatste 2 achter. Maar ik wil nog wat lekker kijken hoe het gaat. Nee, niet. Jezus. Hoeveel ben ik kwijt dan, joh? Gek. Maar ja, maakt niet uit. Kun je erbij, lief? Laatste. 2. Hoeveel ben ik in hemelsnaam kwijt? 2,15 per stuk. Keer 8. Ja. 16 euro. Maar dan krijg je kort. Ja, het is nou nog in de aanbieding. Dus ja, waarom niet? Dus dat is, maar dan heb... 4,30. 8,60. 16,80 ben je anders kwijt. Ja, en nu? Je bent 4 euro kwijt.
Ja, maar met... 1, 2, 3, 4, keer 2, is 8 euro. Even geduld hoor, even geduld. Hoeveel ben ik nu kwijt met, en met hoeveel pak heb ik nu? Of iets harder lief? Heb je 8 pakken. Ja. Dat is 2,15 per stuk. Ja. Dat is 16,80 euro, normaal, als je 1 pakken normaal hebt boven. Oké, okay, en dat is dan de lactosevrije melk? Chocolademelk. Chocolademelk, ja bedoel ik. Ja, en dan... Nu is de aanbieding, de laatste dag van vandaag. Morgen niet meer, helaas. Die kost 8 euro. Bespaar je dus 8,60 mee. Ja, dankjewel Jumbo, zeg maar. Ja, het is toch zo? Welke... Ja, ik mag jou niet filmen. Ja, ik mag jou niet filmen. Welke... Ja, deze vind ik toch lekkerder. Lekkerder, ja. In plaats die volle. Ha, grappen maken. Dus ja, we gaan. Grappen maken. Nou, hadden wij nog wat voor de dame en heer of niet? Nee, niet echt. Nou, dan moeten we dat dus nog even gaan halen. Mijn vriendinnetje is wat vergeten om wat naar me op te sturen. Kijk. Per stuk. Dat is wel een beetje heel erg duur hoor, maar oké. Een beetje heel erg duur, maar dat maakt niet uit. Kijk. €0,90. Ja, nou, joepie de poppie. Ja. Ik had eigenlijk wat lekkers beloofd aan de hondjes. Kom maar doen, hè. Yes. Natuurgeweld. Ja, ja, natuurgeweld. Au. Kijk eens. Jeetje, mintjes. Mijn god. Ja, dit is even een stukje natuurgeweld, ja. Man. En deze boom is dus op een Tesla gevallen. Ja, dit stuk waarschijnlijk hier. Dus heb het afgezet. Ja, klopt. Wel weer brandhout, maar ja, wat zonde van de boom. Ja, heel erg zonde, maar ja, dat is leven, hè. Waarom dan dit niet even weg wordt gehaald? Ja. Dus ja. Maar dan lekker die kant op. Dan zo... Dan kun je zo terug. Jee, kun je lekker, weet ik veel. Die kant, dan zo. Ja, ik vind het helemaal prima. CD'tje. Nee, rechtdoor. Rechtdoor. Nee, gewoon afsnijden. Ik zeg, sleuker. Zeg je dan naar rechts af? Ja. En dan weer links. Hier links? Hier. Nee, hier, die kant op. Het is rechtsaf en dan weer links. Nee, dat is leuk. Dat is leuk. Zien ze tenminste wat. Jouw lampje laten zien, want hier is mooi donker. Hier is mooi donker. Ik wil even uitstappen, maar... Oh, puntje. Mijn Guardian Angel. Lampje. Kijk, dit heeft een aantal standen. Dit is dus een klein beetje licht voor in het donker, zeg maar. Als je ogen niet wil verpesten. Dan heb je nog wel iets sterkere. En je hebt ook nog wit licht.
En jij komt nu een aantal intenties. Dus heel stil fel, minder, minder, minder en weer heel fel. Dus dan ga je lekker een beetje zien in het donker. Ja. En als je dat nou eens even met je andere hand doet, lukt dat? Ga ik er niet bij. Ja. 1, 2, 3. En weer uit. Dan hebben we ook nog oranje voor noodgevalletjes. Ja. Knipperstand. Ja. En nog een heen en weer stand. Ja. En dan nog op de achterkant. De achterkant ook nog, kijk. Ja, dit, pas. Zeker een heleboel lapjes. Yep. En er heb ook nog een aantal standen in. Natuurlijk weer even, ik zal even minder fel zetten. Ja. Zo. Knippertjes van heen en weer, van er is iets aan de hand. Ja. Of die kant op. Oké. Okay. Dat is nice. Ja. En als je hem nou gewoon even aandoet en dan die kant op gaat schijnen? Met wit? Nee, die. Nee, die andere kant op. Dus die kant op. Ja. Kijk. Even zo fel mogelijk. Ja, en dan je hand weg. Kijk. Zoveel zie ik dus nou niet, maar. Dan kan ik even daar gaan staan, dan kun je mij zien. Ja, ik weet het niet of ik jou kan zien. Je kan het proberen. Ja. 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 Homa, niet al te ver. Homa. Ja. Ja. Andere kant op. Ja. En dan de voorkant. Ja. Ja. Dat is mooi. En dan morgen even het nog overdag laten zien. Helemaal goud. Zo. Ik zit weer eens op bed. Ja. En dan weten jullie het wel. Dat ik lekker deze vlog ga afsluiten. Dus. Vond jij deze vlog dan weer leuk? Ik zou zeggen. Doe vooral dan een duimpje omhoog. Hier beneden. Eventjes. Doe maar even. Goed zo. Even abonneren. Gedaan? Ja, kijk, top! Ja, en doe eventjes een reactie achterlaten en doe dan ook gelijk eventjes het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte met elke dag wat ik online zet op YouTube. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.